De toerismesector behoort tot een van de zwaarst getroffen sectoren door de COVID-19-pandemie. Dat dit virus een zwaarwichtig impact heeft op de toerismesector is onderbouwd bij de opening van een driedaagse training, welke mede georganiseerd is door het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme. Het aantal toeristische bezoeken is in 2020 wereldwijd met 72% teruggevallen en uit statistieken blijkt dat veel mensen hun baan in deze sector zijn kwijtgeraakt. Gastspreker Martin Pandey zegt dat door de pandemie ondernemers zich meer zijn gaan richten op lokale toerisme. Ook in Suriname is dat het geval. Op de training is met de participanten van gedachten gewisseld hoe te komen tot het steeds verder verduurzamen van de sector. De training richt zich voornamelijk op verduurzaming met het oog op de uitdagingen die gekoppeld zijn aan COVID-19. Aan de training doen verschillende actoren mee vanuit de toerismesector uit Guyana en Suriname.